In het Talmohuis in Veenwoude vindt vanaf donderdag een bijzondere expositie plaats. Kunstenaars Aafje Hartlief en Gabbe Faber verkopen daar hun tentoongestelde werken. Een deel van de opbrengst gaat vervolgens naar het goede doel, Stichting Vrienden van het Talmohuis. De kunstenaars hopen op deze manier een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de versoberde zorg. Kunst in het Talmohuis, maar ja, niet voor de eerste keer, hè? Nee, dit is alweer de derde keer. We hebben de eerste tentoonstelling gehouden met een ex-collega van mij, die naast een huisartsenpraktijk als hobby verven, schilderen had. Die heeft hier een expositie gehouden en dat was zo'n groot succes dat de tweede keer, die is net afgelopen samen met een collega van hem. En dit wordt nu alweer de derde expositie. Een expositie hier, u zegt een groot succes voor de bezoekers, voor de bewoners, voor het personeel. Ja, absoluut. Familieleden reageren er heel positief op. Onze medewerkers reageren er heel positief op. Maar wat nog veel belangrijker is, onze bewoners merk je dat er heel veel interactie is. Die weten nu dat er een nieuwe expositie is. Hebben het erover, herkennen bepaalde dingen erin. En dat is eigenlijk een heel groot succes. Ja. Dan gaan jullie ook met de kunstenaars in overleg van wat jullie dan hier neer gaan hangen. Want het lijkt me niet dat je hier hele abstracte kunst neerhangt. Nee, nou, we gaan niet in overleg. Dat is hun vrije hand. Dat is nou een keer een eigenschap van kunstenaars. Maar ook het hele abstracte, daar wordt op gereageerd. Ja. Het is ook de interactie, want kunst is natuurlijk afhankelijk van de smaak. En als het niet mooi is, wordt daar ook over gesproken. En dat is natuurlijk ook wel heel leuk dat mensen het erover hebben. Ja. Nou, dit is natuurlijk wel een hele bijzondere expositie, want er worden hier ook werken verkocht. En ja, daar houden jullie ook nog wat aan over. Nou, wij houden het er niet aan over, want de opbrengst gaat voor de helft naar de Stichting Vrienden Talmohuis. Ja. En die is bedoeld om extra dingen voor onze bewoners aan te schaffen. Daar is in het verleden al heel veel gebruik van gemaakt. Maar ook deze twee afgelopen exposities hebben al zo'n 10.000 euro opgeleverd. Ja. En ook hier hopen we weer een goede opbrengst van over te houden. In ons voorgesprekje zei je al het roept bij de bewoners ook best wel herinneringen op, hè? Schilderijen met boerderijen, kerken. Ja, we hebben een eerdere, dat was geen expositie, maar Jo Bouwman heeft kerken gemaakt, ook in overleg met de familie, bewoners, personeel. Die werd geopend en er was één kerk op en een bewoner die eigenlijk niet veel meer zei, die niet meer veel kon, die zei: daar ben ik getrouwd. Nou, dat was een heel bijzonder gevoel. Zoveel roept het op bij de bewoners. Dus een expositie hier in het Talmohuis, zowel voor bewoners als personeel, maar ook voor bezoekers, hè? Ja, hij staat open van 's ochtends 8 tot 's avonds 8. Vrij entree, maar dat spreekt voor zich. We zijn een open instelling. En we moedigen ook iedereen aan om toch een kunstwerk te kopen voor het overstijgende doel. En dat is het welzijn van onze bewoners. Een expositie met kunst, ja, dat is natuurlijk niet nieuw in Friesland, maar dit is wel een hele bijzondere expositie, want het heeft ook met zorg te maken. Ja, inderdaad. Het is een bijzondere expositie ook voor ons, want we maken ons grote zorgen over de zorg in het algemeen. En omdat we bekenden hebben in het Talmohuis, dachten we, laten we daar eens wat aan doen, want ze hebben een aardige expositieruimte. Ja. En ze hebben ons in dank aanvaard. En wij doen de helft van de opbrengst van de verkoop aan het Talmohuis. Ja. Talmohuis, staan er allemaal niet zo erg rooskleurig voor. Is dit een middel van jullie om het Talmohuis dan te helpen? We denken inderdaad dat wat moet gebeuren, want je hoopt nooit dat je daarin terechtkomt. Maar als het zover zou moeten zijn, dan hoop je toch dat er zo'n zorg is waarbij je menselijk behandeld wordt. Ja. De mooie expositieruimte daar, zei u. Wat gaan jullie daar brengen? Nou, we hebben vooral gedacht ook aan de bewoners zelf. Dat die wat kleur en fleur onder ogen krijgen. We hebben ook wat alledaagse onderwerpen uitgekozen. Zoals boerderijen en landerijtjes, paarden onder andere. Maar ook, ik ben nogal expressief in mijn werk, ook gewoon heel krachtige kleuren. Ja. En we hopen dat ze daarmee in communicatie komen. Want in het verpleeghuis zitten natuurlijk niet de mensen die alles nog kunnen. Nee. En de bedoeling is natuurlijk ook dat de bezoekers die schilderijen zo mooi vinden dat ze gaan kopen. Natuurlijk hopen we dat, want wij hebben, als je het goed beschouwt, voor niks gewerkt. Maar we doen het niet voor niets.
Dus alles wat wij met arbeid erin stoppen, dat komt bij Talmahoes, komt het er dus in terug in de aankleding van het geheel van de zorg. En daar heb ik van gemerkt dat als mensen door de gangen lopen en het werk hangt op het ogenblik al, dat ze daar met plezier naar kijken. En dat is ook het erg aardig als je dat aan het ophangen bent. Dan heb je direct publiek van de mensen zelf. Ja. En dat is heel roerend dat soms dat ze dingen herkennen uit hun jeugd. Als het gaat over een boerderij, over een bos of een boom. Of mensen zien iets. En dat moment maakt het voor hen ook weer leuker. Voor zover je daarvan kunt spreken, ja. Als je vol zit met heimwee over het verleden. Want dat is wat treft als je daar staat. Want juist ook die zorg die jullie delen van er moet maar bezuinigd worden. Het gaat helemaal niet zo goed met de zorg. Dat jullie inspireren om dit te gaan doen. Doen jullie dat met z'n tweeën of doen er meer mensen daarmee? We zijn hierbij samen. En wel anderen hebben ook wel een soortgelijke gedachte gehad. Dus we zijn niet de eerste, we zijn niet de enige. Maar voor ons is het toch, wij worden wat ouder. En mijn vrouw die wordt volgend jaar 80. Ja, dus dat betekent, het komt dichterbij. Als mensen nog even informatie willen hebben voordat ze naar Talmahoes afreizen, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze terecht op de site www.kwartziet. Dat is een site van 4 mensen die altijd samen hebben geëxposeerd en waar wij ook deel van uitmaken. Dus er staat heel veel werk ook van ons op. De expositie die moet nog gaan beginnen. Wanneer begint die en tot hoe lang? Hij wordt donderdagmiddag geopend om 3:00. Iedereen is welkom. En het is de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk kopen. Ook als je het schilderij misschien niet in de kamer wilt hangen. Dan zou je uit liefde voor de zorg een daad kunnen stellen. En daar hebben we dus iets op bedacht. Waarbij we deze naakte dame weer een beetje gaan aankleden. Okay. Dat is onze opening. Dus aankleden, dan moet ik denken van ze krijgt met de schilderkwast iets aan? Nou, niet met de schilderkwast, want dit laten we zoals het is. Hè. Dit is een kant-en-klaar schilderij. Ze ziet hier groen van ellende en ze zakt tot door de knieën. Maar het is een stevige dame, die zorg. Ja.